Lieve broers en zussen, ik wil jullie vanavond allemaal hartelijk welkom heten op onze ontmoetingsavond. Die ontmoetingsavond is natuurlijk wel livestream. Toch hebben wij ook op deze woensdagavond voor jullie wat leuks en moois in petto. En dat is, we gaan samen luisteren naar een boodschap van een half uur van Cor Katsikian. Dat is een voormalige Armeense vluchteling en asielzoeker die in Nederland terecht is gekomen. Die is christen geworden, is momenteel arts en geeft verschillende studies en boodschappen ook in Nederland. Hij brengt een boodschap van een half uur ongeveer over vruchtbaar leven ondanks verliezen. En ik wil jullie hartelijk welkom heten om vanavond met ons samen naar deze studie te kijken. Eigenlijk is het een preek over het leven van vader Jacob. En voordat we dat doen, gaan we samen beginnen in gebed. En na de studie zullen jullie nog een leuke verrassing zien. Zullen we samen deze avond beginnen? Onze Vader in de hemel, wij danken u dat we ondanks alle gebeurtenissen in ons land en alle beslissingen die er genomen worden, toch samen gemeente mogen zijn. Ook dit is een unieke kans om met een gezamenlijk besef naar een boodschap te kijken die feitelijk voor ons allemaal bestemd is. En ik wil uw zegen vragen over het kijken van onze broers en zussen over deze avond. Wilt u ons genadig zijn, ook in de tijd dat we elkaar niet nabij kunnen zijn, letterlijk, dat we toch geestelijke verbondenheid met elkaar blijven voelen en aan elkaar blijven denken en voor elkaar blijven bidden. We bidden ook voor deze avond, voor dit moment, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu kijken naar de boodschap van Cor Katsikian. Bijzonder goedemorgen. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Er is de afgelopen 2 weken echt voor mij ook weken van strijd geweest. Er is veel gestreden. Het begon natuurlijk eerst voor Jannica, waar veel mensen voor hebben gebeden. En waar ik ontzettend veel berichten over heb gekregen. Mensen heb mogen bemoedigen. Maar voordat ik daar een beetje dacht van oké, het gaat nu goed met haar, hoorde ik. Dus ik begin even tot rust te komen. Toen begon er een andere strijd. En dat is de strijd van mijn volk. Ik ben zelf Armeens en in Armenië begon een massaprotest om de dictator af te zetten. En het is echt bijzonder hoe dat gegaan is, want honderden, duizenden mensen zijn de straat op gegaan. Dus mijn hart en mijn ziel was ook daar. En ik ben ontzettend blij en trots dat ik ook nu hier met een aantal Armeners ben. Ik heb er een aantal meegenomen, die zitten hier mooi vooraan. Ga eens even staan, jongens. Zo knap als ze zijn, jawel. Allemaal mooie mensen, maar ik ben ontzettend trots onder andere op Edgar, de jongen die hier staat. Die werd echt een van de leiders hier van de protesten. Die heeft echt, het is geen grap, hij heeft echt heel veel mensen gemobiliseerd en heel hard gestreden. En niet iedereen spreekt hier goed Nederlands, dus ik zal even een paar Armeense woorden tot ze richten als je goed vindt. Menk irok hapartan nu menk vor mer azga hachtanaki yeka vor menk irok karogatsan kapatsutsel vor menk vor bes azg karogh enk votki kangnel karogh enk haylanel aystegits el holandiayits el vorjunum em zes u irok hapartan nu menk zes anov u menk zer kokhkin kangdatsenk hayastan menk mek enk spyurke meka amen mag ik nog een applaus voor ze ja en sommige mensen zeggen zelfs ja mag je wel als christen op die manier een stap zetten, mag je wel als christen zo'n strijd strijden of moet je je stil houden? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, mensen die mij kennen, die weten dat ik geloof uit het grond van mijn hart. Alles wat we doen heeft te maken met wat we geloven. Je kan niet zeggen ik geloof, maar ik hou mijn mond. Als je gelooft in de levende God, dan is alles om je heen is bijna een soort van slagveld. Overal waar we komen moet het koninkrijk van God komen. En onrecht is een onderdeel wat bestreden moet worden. En christenen mogen best hun mond
mond openen en opkomen voor mensen die lijden onder onrecht. Mensen die ziek zijn, mensen die in nood zijn. Er is geen theologie die mij kan rechtvaardigen dat ik mijn mond hou als iemand in nood is of ziek is. Ja? Goed, daar ga ik het niet over hebben. Ik werk op de spoedeisende hulp. Ik ben geen IC-arts, maar een spoedeisende hulparts. In opleiding nog. En een tijdje geleden, dus zo begint mijn verhaal, had ik een hele drukke dienst. Ik weet niet of u wel eens van die momenten hebt op uw werk dat u chagrijnig wordt. Heeft u dat wel eens? Jullie niet? Ik wel. Er was zo'n dag waar alles fout gaat wat fout kon gaan. Ik was moe, ik had niet gegeten, niet gedronken. Ik was echt heel erg kapot van het harde werken. Ambulances op en af, geen kamers meer op de spoed, chaos. En toen kwam ook nog eens een ambulance, die had een man meegenomen. Die hadden ze naast zijn auto gevonden, dronken, hij had alcoholproblemen. Hadden ze meegenomen naar de spoed. Hoe graag ik ook deze man zou willen helpen, het is niet een probleem wat ik op de SCH kan oplossen. Dus mijn irritatielevel steeg nog verder, want ik moest mijn laatste kamer, als het ware, ja, voor hem bereiden. En terwijl ik hem daar neerlegde, ik dacht, ik zie wel wat ik voor hem kan doen, want hè, in de kamer daarnaast, daar spettert wat bloed, dat vind ik interessanter, dus dan ga ik liever daar naartoe. En daar wordt gegild en daar ligt er iets af, moet eraan gehecht worden, dus dat trekt toch je aandacht. En terwijl ik mijn dag aan het afronden was en mijn verslaglegging aan het doen was, al in de nacht uitgelopen, toen kwam ik, opeens herinnerde ik me dat ik die man helemaal vergeten was. Die lag nog ergens in die kamers. Dus ik ging naar hem toe, ik ging naast hem zitten en ik zei, wat zou ik voor je kunnen doen? Hij vroeg, mag ik vannacht hier overnachten? Dan zie ik morgen wel hè, wat ik verder doe. Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan hem niet opnemen zonder medische reden, dus ik dacht, je zult toch echt weg moeten. En hoe kom je thuis? Zei ik, heb je wel een huis? Ja, zei hij nog wel, maar binnenkort word ik mijn huis uitgezet. Ik zei, nou, dan zul je nu toch echt naar huis moeten. Zal ik een taxi voor je bellen? Was midden in de nacht geen OV meer. Hij zei, ja, ik heb helemaal geen geld, dus de taxi gaat me niet meenemen. Ja, hoe vervelend ook, maar ik kan dan niet zo heel veel voor zo'n man doen. Dus ik liep terug naar mijn zitplek. De verpleegkundige die zei, ja, hij moet echt hier verwijderd worden, anders bel ik de beveiliging. Maar terwijl ik begon mijn verslaglegging te tippen, hoorde ik een stem die zei, Gor, waarom neem jij hem niet mee? Dus ik keek om me heen. Ik denk, nee, er is hier door met tippen. En een tweede keer hoorde ik heel duidelijk in mijn hart, waarom neem jij hem niet mee? Je dienst zit er toch op, je gaat zo naar huis. Dus ik keek opnieuw om me heen, ik denk, zou dat de Heere zijn? Ik heb vandaag niet gebeden, chagrijnig, ik heb geen stille tijd gehad, ik heb honger. De Heere spreekt nooit als ik honger heb, want het is toch een maaltijd, weet je wel, al die dingen meer. En een derde keer, maar nu was het alsof God tegen me zei, als jij nu niet dit oplost op een manier dat anders is dan anders, dan heb je geen recht meer van spreken. Als jij doet exact wat al het andere mensen, de protocollen, de collega's, gewoon hoe het hoort, als jij zo bent, heb jij geen recht van spreken meer. Dan mag je nooit meer een podium op, dan mag je nooit meer tot mensen spreken dat we anders zijn. En het raakte mij. Het raakte mij dat mijn geloof niet alleen mag zijn het zondagse dienst, maar juist op mijn werk, juist op de momenten dat ik het niet zie zitten, daar moet je de strijd strijden en het verschil maken. Voor mij was het heel duidelijk, je hebt geen recht van spreken als je dit aan je voorbij laat gaan. Met lood in mijn schoenen stond ik op, ik liep naar die man, de verpleegkundige kwam met me mee, ze dacht we gaan hem uitzetten. En ik zei tegen haar, weet je wat we doen? Ik neem die man mee in mijn eigen auto, het is een andere stad, maar ik rij wel even om, is niet erg. Ik zei, ik neem hem wel naar huis, ik geef hem een lift. Ze keek zo naar mij, ze keek naar hem. En die man die had over zichzelf heen gekotst. Hij had zijn behoeftes in zijn broek gedaan. Het stonk, het zag er niet uit. En ze zei, weet je het zeker, Gor? Ik dacht, ze heeft wel een punt. Ik dacht, heren, heeft u mijn binnenbekleding van mijn auto wel gezien, weet je wel? Als u toch terug gaat komen, is dit het moment. Red mij, dacht ik echt. En toen kwamen we op een idee. Ik liet kleding van de operatiekamers komen, van die blauwe pakken, weet je wel. Dus we hebben hem omgekleed. Hij kreeg zo'n blauwe broek, een blauwe hes, een muts op zijn hoofd, mondkapje voor zijn mond. Nog nooit zo steriel in zijn leven geweest, denk ik. Ik ging mij omkleden, ik reed naar voren en daar zat hij dan naast mij. En we reden weg.
En terwijl ik het ziekenhuisterrein verliet en de slagbomen achter me dichtgingen, besefte ik opeens dat het een ultieme kans was en mogelijkheid om met hem te praten over onze God. Ik denk, hij kan toch niet weg. Ik heb de deur op slot gedaan. Ik denk, hij zal moeten luisteren. Hij heeft geen keus. Wat is je naam? Vroeg ik aan Marcus. Zei hij, Marcus is mijn naam. Was een Nederlandse man van jaar of 50. 45. Ik richtte mijn binnenspiegel op hem. En ik zei, Marcus, kijk eens in de spiegel. Is dit het leven waarvoor je geboren bent? En hij begon te huilen. Hij zei, wat moet ik anders? Iedereen heeft me verlaten. Mijn leven is zo zwaar. Ik heb zoveel verliezen geleden. En de ellende van het leven. En ik begrijp hem. Ik snap hem. Zo gebroken, zo alleen. Hij zei, mijn vrouw is weg. Mijn kinderen zie ik niet meer. Iedereen heeft me verlaten. En toen kon ik zeggen, nee, niet iedereen. Ik geloof dat er een God is in de hemel die ons nooit verlaat. Ken je Jezus? En ik werd enthousiast, ik werd geraakt door zijn gebrokenheid. En ik begon te vertellen over mijn Jezus. Hij zei, nee, ik ben boeddhistisch opgegroeid, ik ken Jezus niet echt. Ik zei, Boeddha is hartstikke dood, man. Die heeft je niet echt ver gebracht, of wel soms, weet je wel. En mijn Jezus leeft, zei ik. Zijn graf is leeg, heb ik zelf gezien. En ik werd echt boos bijna. Zo'n heilige boosheid kwam over me. En ik begon te vertellen over de schepping, over hoe de zonde kwam en dat God besloot om naar de aarde te komen. Een hele evangelie. Ik denk, ik heb meer tijd nodig, man. Dus ik begon de rotondes 2 keer te nemen. Bla, werd hij misselijk. Ik denk, dat is geen goed idee. En bij de stoplichten stond ik extra lang, totdat ik uiteindelijk bij zijn huis kwam. En terwijl de auto stilstond, was er zo'n stilte. Hij zei niks. En hij stapte ook niet uit. En na een paar seconden van die stilte, toen zei hij, leer mij bidden. Hoe doe ik dat? En ik legde mijn hand op zijn schouder, daar in een wildvreemde stad, midden in de nacht, een of andere wijk, en met een man die ik amper kende. Hij in zijn blauwe OK-kleding. Dat moet er grappig uitgezien hebben voor de buren. En ik begon te bidden. Het was alsof de hemel de aarde raakte. Daar gebeurde iets. Daar begon hij opnieuw te huilen, maar deze tranen waren anders. Hij kreeg hoop. Hij had gehoord over iemand die in zijn leven kon komen. Hij had gehoord over een naam wat je mag aanroepen als je het niet meer weet. En toen ik zelf naar huis reed, toen besefte ik hoeveel strijd wij moeten strijden in het leven. Toen besefte ik dat wij allemaal door dat soort momenten heen gaan, maar het verschil, het enige verschil is dat wij wel de naam van Jezus kennen. En soms hoop ik dat het verschil is dat we bespaard blijven voor de strijd. Ik hoop dat het ons niet raakt, ik hoop dat het mij niet raakt, maar het is niet zo. De realiteit is dat ook wij verliezen lijden, strijd leveren. En daar ga ik het over hebben, dat wij de strijd van ons leven strijden, dat wij vallen. Maar wij hebben een boodschap van opstaan en verder gaan. We hebben een boodschap van nieuwe hoop. We hebben een boodschap van opnieuw ons uitstrekken naar de beloftes van God. En mijn collega's vroegen de volgende dag, waarom heb je dat gedaan? We zagen je al in stukjes gesneden in een sloot of zo. En dan gaven van de bemoediging, hebben ze dan, weet je wel. Van, hoe haal je het in je hoofd? Waarom doe je dat? Toen kon ik vertellen dat ooit mensen dat voor mij hadden gedaan. Dat toen ik naar Nederland kwam als een vreemdeling, als een vluchteling. Dat er mensen waren die durfden om mij hoop te geven, die mij vertelden over God. En dat ik nu gegrepen ben door de boodschap en ik zie hoe groot de oogst is, ik zie hoe groot de ellende is. En als er arbeiders te weinig zijn, dan stuurt God gastarbeiders. Daarom zijn we ook hier trouwens even, voor de duidelijkheid. En deze gastarbeiders gaan niet weg, kan ik je vertellen. Maar dat de boodschap verkondigd moet worden. Boodschap van hoop. Ik ga lezen met jullie uit Genesis. Genesis 36 vanaf vers 9. Even de context. Jacob krijgt de opdracht van God
om een altaar te bouwen tot eer van zijn naam. En hij doet het in gehoorzaamheid. En als hij terugkomt, net nadat hij de altaar gebouwd heeft en God offers heeft gebracht, staat er dit. Genesis 36, vers 9 tot en met 12. Nu Jacob was teruggekeerd uit Padan Aram, verscheen God hem opnieuw en hij zegende hem. Hij zei, tot nu toe heette je Jacob, die naam zul je niet langer dragen. Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde, ik ben God de ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken. En er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaac heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Even tot zover. Jacob is gehoorzaam geweest. Jacob heeft gedaan wat God van hem vroeg. En als reactie daarop komt er een belofte. Ik vind het zo geweldig dat God Jacob hier beloftes geeft. Ik zal je zegenen. Ik zal bij je zijn. Je zult groot volk worden. Er zullen koningen uit je voortkomen. Man, geweldig. Zo'n mooie belofte. Je zult vruchtbaar zijn. Nou, ik droom ervan elke dag om beloftes van God te horen op deze manier. Ik hoop u ook. En als teken van zijn blijdschap en vreugde, als je verder leest, zet Jacob een gedenksteen. Hij gaat feestvieren. Hij zet een steen op, een steen van belofte. En hij wijdt het in met olie, staat er met wijn. En er wordt gedanst, gefeest, want ze vieren dat God gesproken heeft. Ze vieren, we hebben de belofte van God in ons leven. We zijn een gezegend volk, gezegend man, gezegend vrouw. En als Oosterlingen feestvieren, het is niet een lopend buffet met chips en cola. Ja, kan ik je vertellen. Dat was dagenlang feesten, eten, drinken in overvloed, dansen. En uiteindelijk vandaar in de feestelijke stemming, na de belofte dat hij vruchtbaar zou zijn, vertrekt hij naar Efrata. Weet iemand wat Efrata betekent? Ik mag terugpraten, ik ben niet de paus. Iedereen kijkt me aan van wat gebeurt er. Efrata, letterlijk vertaald, kun je vertalen als een plaats van vruchtbaarheid. Een vruchtbare plaats, een bron van vruchtbaarheid. Hoe geweldig en ook eigenlijk bijna profetisch. Belofte van God in je leven, vanwege je gehoorzaamheid aan hem, vertrek je naar een vruchtbaar leven. Eens tot zover? Mooi verhaal? Goed verhaal? Ja toch? Maar dan. Voordat zij Efrata bereiken, sterker nog maar 2 uur van Efrata verwijderd. Nog maar 2 uur verwijderd van de plaats van bestemming. Nog maar 2 uur verwijderd. Aan het einde van een lange rit heeft Jacob de grootste verlies, de grootste ramp, de grootste ellende uit zijn leven. En ik ga lezen met jullie een stukje verder vanaf vers 16. Genesis 36 vanaf vers 16. Toen ze weer uit Bethel waren vertrokken en nog maar 1 uur of 2 van Efrata verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Er was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar. Maar de vroedvrouw zei tegen haar, troost je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven van haar week, want ze stierf, gaf ze hem de naam Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrata, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. Israël reisde verder en sloeg zijn tent op even voorbij Midgal Eder. Moet je je voorstellen. Net de belofte gehoord van God. Wauw. Net een feest gevierd. Helemaal in de stemming van the sky is the limit. Wat maar zal me nog raken. Op weg naar Efrata, op weg naar een vruchtbaar leven, op weg om te leven volgens de beloftes van God. Een gebeurtenis wat iets heel moois had moeten zijn, eindigde in een drama. De geboorte van hun kind betekende het verlies van zijn geliefde vrouw. De vrouw waar hij zoveel van hield. En zijn wereld stortte in. Is dit dan uw belofte? Is dit dan, Heere, waar u het over had? Is dit dan het reactie op mijn gehoorzaamheid? Ben ik nu een gezegend man van God? Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Waarom?
Waarom, mijn God? En ik denk dat Jacob gehuild heeft. Oh, ik denk dat hij gerouwd heeft. Ik denk dat hij dagenlang ontroostbaar gehuild heeft. En ik denk dat hij het niet begreep. Misschien dat de hemel stil was. En dat het leek dat zijn gebeden niet aankwamen. Zijn tranen raakten op. Zijn stem werd schor van het schreeuwen naar de hemel. Waarom? Ik zou toch vruchtbaar zijn. Ik was toch gezegend. Ik ken toch u. Ik dien toch u. En dat is wat ook mij vandaag de dag nog steeds raakt. Als wij, als mensen, soms in de bediening, in de strijd, in de frontlinie, zoals jullie, Jannica en William, opeens getroffen worden door nood, dat ik denk, mijn God, waarom? Hoe kan het? Mensen die zo een zegen zijn, die zoveel bemoedigen, hoe kan het? Waarom? Zoveel mensen die bidden, die strijden en soms lijkt het stil. Mijn God, waarom? Ik snap dat niet. En in haar ellende, en ik snap haar moeder, Rachel, die is gebroken, die is kapot. Die heeft net een zoon in haar hand en dan staat er het leven week uit haar. Het is een langzaam proces geweest, we weten niet precies wat er was. Met medicus, ik hou van verhalen, nadenken, wat zou het kunnen zijn. Ik denk dat ze bleef bloeden, na een bevalling. Tegenwoordig hoef je daar niet dood aan te gaan. Weet je wel, tegenwoordig, ik hand erin naar de OK, hechten, klaar. Een paar minuutjes werk, los je op. Maar in die tijd betekende dat een langzame dood, doodbloeden. En terwijl ze aan de ene kant de vreugde in haar hand had, een kind, besefte ze, ik zal hem nooit zien lopen. Ik zal hem nooit horen spreken. Ik zal hem niet zien trouwen. Het leven week uit haar. En in haar verdriet en pijn gaf ze hem de naam Benoni. Wat betekent Benoni? Ja, zoon van smart. Ja. En hij kon ook niet anders, want dat was haar pijn. Zoon van smart. Maar meteen erachteraan staat haar vader, zijn vader, dus Jacob, noemde hem Benjamin. En Benjamin betekent zoon van vreugde en zoon van de rechterhand. Kun je ook vertalen. Ja, zoon van vreugde. En eigenlijk, wat hier plaatsvindt, wat hier gebeurt, de strijd die hier gaande is, is precies de reden waarom wij vandaag de dag nog steeds mogen zeggen dat onze weg naar Efrata, met hoeveel verliezen ook, hoeveel strijd ook, dat wij niet blijven liggen, dat wij niet blijven zitten, maar dat wij weer op mogen staan en verder gaan. Want terwijl Benoni betekent zoon van smart, betekent Benjamin zoon van de rechterhand. En dit alles staat er gebeurde op weg naar Efrata langs het tegenwoordige Bethlehem. Bethlehem, hey, die naam kennen we natuurlijk. De man van smart, die de man van de zoon van de rechterhand zou worden. Uit Bethlehem. In dit verhaal komt nu de naam van Jezus. Oh, hij wordt niet in die woorden genoemd. Maar dit is een strijd wat hier plaatsvindt. Op weg naar vruchtbaarheid. Wat alles te maken heeft met de komst van Christus. En juist daar, omdat daar dat gebeurde voor Jacob, omdat daar het plaatsvond, daar op die plek, moest hij opnieuw een steen oprichten. En terwijl de eerste steen een steen van belofte was, weet u nog? De steen, wat ze herinneren aan belofte, met wijn en met olie en feest, heeft hij nu een steen moeten oprichten, wat een grafsteen is. En deze steen wordt ingewijd met zijn tranen en met verdriet. En daartussen, dat is onze strijd. Maar we hoeven niet alleen te strijden. Wij hoeven niet meer alleen te strijden.
Voor ons betekent het dat de zoon van smarten, zijn naam is Jezus, naar de aarde moest komen om onze zonde, om onze ziekte op hem te nemen, om ons verdriet op hem te nemen, om onze tranen te huilen, om met ons te huilen, om met ons te strijden, om naast ons te zitten als wij het niet meer weten. Om vervolgens de zoon van de rechterhand te worden, hoog verheven, gezeten naast de Vader aan de rechterhand. Omdat ook wij met hem zullen delen in de overwinning die hij heeft bereikt. Zodat ook wij vandaag de dag met hem zullen delen in de opstanding die hij heeft gehad. Dus nu weet ik. En nu kon ik aan Marcus vertellen. Marcus, de weg van het leven gaat altijd met verliezen, met pijn, met ziekte. En ik weet niet waarom, maar wat ik wel weet, is dat Jezus met ons meegaat. Dat Hij de zoon van smart is, die mijn verdriet op hem neemt. Dat Hij de zoon van de rechterhand wordt, wat mij hoop geeft vandaag de dag. Dat ik vol kan houden. Dat ik weet, ja maar ik heb nog 2 uur te gaan. Ondanks mijn verlies staat hier misschien wel de krachtigste vers uit de Bijbel. Vers 21. Israël reisde verder. Voor het eerst wordt Jacob Israël genoemd. En Israël reisde verder. En ook voor jou mag misschien de strijd heel heftig zijn. Maar vandaag wil ik zeggen dat jij verder kan reizen. Ook jij kan verder reizen. Jij kan huilen en rouwen om de verliezen die je hebt geleden en verder reizen. Ik zie zoveel mensen die zelfs letterlijk ziek worden in hun lichaam vanwege de verdriet en de rouw die ze meedragen. De grafstenen die ze hebben opgericht, die hebben ze in hun rugzak meegenomen en zijn verder gegaan. Maar als Jacob daar niet op die plaats een steen voor Rachel achter zou laten en verder zou gaan, zou hij nooit Efrata bereikt hebben. Hij rouwde om zijn verlies. Hij huilde, hij schreeuwde naar de hemel. Maar hij veegde zijn tranen na dagenlange rouw. Hij stond op. Hij dacht terug aan de belofte van God. En hij reisde verder. En Efrata heeft hij bereikt. Vruchtbaar is hij geworden. De beloftes van God werden waar in zijn leven. Hij werd de man zoals God had gesproken. Dat is het verschil wat wij hebben. Dat is het verschil waar wij op mogen beroepen. Dat is het verschil wat in mijn leven kwam. En ik wil afsluiten door een stukje te citeren uit het boek wat ik heb geschreven. Over hoe mijn weg naar Efrata begon in Nederland. Hoe kansloos dat leek. Maar hoe vervolgens de zoon van smart in mijn leven kwam. En de zoon van rechterhand hoog verheven werd. En dat ik naar hem kan kijken en met hem de strijd kan strijden. En het boek is autobiografisch over onze tijd als asielzoekers. En over achter de schermen wat er gebeurt als je als vreemdeling in dit land aankomt. Over hoe mensen uitreikten om mij te vertellen over het goede nieuws van Jezus. We gingen op weg naar een opvanghuis van het Leger des Heils. Bij de voordeur aangekomen was er een kort gesprek via de intercom tussen de barmhartige Samaritaan die ons op straat had gevonden en de mevrouw aan de andere kant van de lijn. Een rare, vreemde taal dat Nederlands. Hoe zou ik ooit die harde, scherpe keelklanken aanleren? Ik hoorde alleen medeklinkers en er leek geen enkele logica in te zitten. Na een dag spreken kreeg je vast keelpijn, zo dacht ik. Dat denk ik nog steeds hoor, maar goed, dat maakt niet uit. De intercom zweeg en onze tijdelijke gids draaide zich om. Er was geen plek meer vrij, zeker niet voor een compleet gezin. We zouden buiten moeten overnachten. En terwijl de motregen begon te vallen, kropen we dicht tegen elkaar aan. De eerste nacht in Nederland, plantsoen met boom achter treinstation Den Bosch, onze eerste woonplaats. En toen de eindeloze rondgang langs de diverse aanmeldcentra, opvangcentra en AZC's begon, bleek het niet eens zo'n slechte keus. Het begon zo kansloos. Nooit gedacht wat voor plan God had met mijn leven. Maar daar begon ik te dromen. Dromen het onmogelijke. Om als uitgeprocedeerde asielzoeker dokter te worden.
toegelaten zonder document met een wonder van God. En mensen nodigden mee naar kerken, naar conferenties, naar jeugd-events, waar jij toen een keertje sprak, Cash Square. Daar ben ik onder andere tot geloof gekomen waar jij sprak. Jij kent mij niet, maar ik zat als tiener. Ik zat als tiener ergens ver weg en ik dacht, wauw, zou ik ooit ook mensen kunnen bemoedigen? Ik bedoel, ik sprak de taal niet eens zo goed. Laat staan dat ik prediker zou worden. En het onmogelijke begon te gebeuren met vallen en opstaan, met tranen en met gejuich. En vandaag wil ik je bemoedigen. De strijd die je strijdt, wat je niet begrijpt, vraag niet langer waarom, maar vraag wat nu. Want Efrata zul je bereiken. Vruchtbaar zul je zijn. Huil over je verlies. Zet een steen op, rouw, maar denk terug aan de beloftes van God. Schreeuw naar de hemel, ik snap u niet, maar ik wil u volgen met alles wat in mij is. Mag ik jullie allemaal vragen om te gaan staan? Ik ga over jullie gebed uitbidden en dan ga ik een oproep doen. Hebben we tijd? Jazeker. En ik ga een beetje een heilige chaos creëren misschien. Ik heb iets bedacht, Kees. Je zei ga je gang, dus ik doe het. Het is altijd zo met die buitenlanders, hè? Je geeft ze één woord en ze pakken alles in. Weet je, terwijl ik zat, ik kreeg een idee om een oproep te doen als volgt. Kijk, de weg die we gaan van ons leven is een weg die we lopen, die we gaan met verliezen, met rouw. Ik ga een oproep doen dat als de boodschap vanochtend voor jou is, als jij hier zit en je zegt, ik rouw, ik heb verdriet over mijn verlies en ik weet niet hoe ik verder kom. En dat kan, die mensen ontmoet ik vaak in mijn werk ook. Dat je er nog steeds mee ziet dat het je geraakt heeft, dat je niet begrijpt, dat je nog huilt. Maar dan wil ik je vragen om symbolisch een route te gaan lopen. Het wordt echt chaos. Dan wil ik je vragen om symbolisch als reactie op de oproep. En de mensen van de ministry team, die hebben we vast, wil ik vragen om aan die kant ergens te staan. Alleen aan die kant. En als jij wil reageren om de weg te lopen naar Efrata met voor ogen houden de belofte van God, dan wil ik je vragen om de zaal te lopen. Gewoon lopen. En terwijl je loopt, in gebed, besef dan dat dit jouw weg is naar Efrata, naar vruchtbaarheid. En dat je langs je weg mag huilen, mag rouwen. Denk dan terug, als je daar komt, als je hier komt, terug aan de verliezen. Mensen die je verlaten hebt, de ziekte, de pijn, ontslagen, misschien financiële nood en alles waar je doorheen gaat. Laat het achter. Huil erover en loop naar een vruchtbaar leven. En symbolisch wil ik vragen dat wij daar gaan staan. Wij zullen ook met ons team daar staan, mensen die van mijn team willen bidden. In het Aramees, dat klinkt als tongentaal. Dan gaan we daar staan en dan zullen we voor je bidden en de beloftes van God over je uitspreken. Is dat een idee? Ik ga bidden voor jullie. Dank u wel, Heere God. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij vanochtend mogen huilen om onze verliezen. Maar dat we weten en onze ogen gericht houden op uw beloftes. En uw beloftes zijn goed. Heer, u richt ons op. We hoeven alleen maar vol te houden. Nog even lopen en we zijn er, Heer. U strekt uw hand uit vanochtend naar aan ieder van ons. En ik spreek uit bevrijding over hen die gebonden zijn in hun rouw. Ik spreek uit de liefde van God wat jouw rouw zal uitdrijven, jouw verdriet zal genezen. Ik spreek uit dat de naam van Jezus, de Zoon van de rechterhand, jouw God zal zijn. Wees zo gezegend en kom uit je rijen. Loop de cirkel, ontvang gebed en strek je uit naar de belofte van God opnieuw vandaag. Amen. Oké, lieve broeders en zusters, we hebben dus gekeken naar de boodschap van Cor. Ik hoop dat jullie er allemaal heel erg door gezegend zijn. Vruchtbaar leven, ondanks gebrokenheid. Dat we elke keer weer de kracht vinden om op te staan. Het zij als er verdriet en lijden in ons leven geweest is. Of misschien wel dat we gevallen zijn of gebroken zijn. Dat we altijd de kracht vinden om op te staan. Nieuwe moed te vinden om vruchtbaar te leven. Tot slot van deze avond is er een verrassing van onze zingende zusjes.
heel veel zegen, broers en zussen, in Jezus' naam. Amen.
Thank you.